Hey, vandaag maken we een heerlijke mocktail in plaats van cocktail. Namelijk een van mijn signatures, de Flower Spritz. En wat hebben we hiervoor nodig? Een wijnglas die we gaan vullen met ijs. Gezonde portie ijs, dat we zeggen. En het eerste ingrediënt, en zeker ook het belangrijkste in deze mocktail, is de Martini Florale. De Martini Florale is een non-alcoholische vermoed met een florale toets. Zeer, zeer lekker. Daar gaan we 5 centiliter van gebruiken. Zo. En het volgende ingrediënt om de florale toets wat aan te sterken is een siroop op basis van violetjes. Violettensiroop kan je gewoon kopen in de winkel, dus geen zorgen, je moet het niet zelf maken. Daarvan gaan we 1 centiliter gebruiken. En dan ons volgende ingrediënt is roze pompelmoessap, vers. En daarvan gebruiken we 3 centiliter. Zo. En dan optoppen doen we met tonic. Je mag kiezen welke tonic je gebruikt. Voor deze heb ik een gewone, simpele Indian tonic gebruikt. Maar je kan natuurlijk ook een tonic met een smaakje kiezen. Als je gaat voor een tonic met een smaakje, zou ik zeker adviseren om de bloemige kant nog wat aan te sterken. Dus voor een zoetere tonic te gaan. Gewoon een splash. En die is klaar. Gaan we even roeren. Zodat alle ingrediënten mooi samenkomen. En afwerken doen we met mijn favoriete garnituur, namelijk een eetbaar bloempje. Ook verkrijgbaar in de winkel. Zo, dit is hem. Onze mocktail om de feestdagen goed en veilig door te brengen. De Flower Spritz. Cheers!